Welkom bij de blog van de Biosphere Project. Dit is de audioversie van de blogpost De wetenschapper, de monnik en de filosoof. De geschreven versie van deze blogpost bevat meerdere links naar externe websites voor aanvullende informatie en videomateriaal. Indien je deze links wil volgen, is het natuurlijk nodig de geschreven versie te lezen. De post vraagt een twintigtal minuten leestijd. Wetenschapper, de monnik en de filosoof. Leven en werk van David Boom, geniaal wetenschapper, spiritueel zoeker en ecologisch activist. In deze aflevering van Oude Wijsheid en Nieuwe Verhalen voor Moeilijke Tijden, een wat langere post over een geniaal wetenschapper, een fijngevoelig spiritueel zoeker, scherpzinnig filosoof en mooie mens David Boom. Met op het einde heel wat filmmateriaal, genoeg om Netflix een tijdje aan de kant te laten. Hier volgt allereerst een voorproef van de films. En indien je niet veel zin of tijd hebt om te lezen, kun je ervoor opteren om eerst deze film te bekijken. Hierin zit veel vervat van waar deze blogpost over gaat. Het is ook een erg mooie documentaire over een fascinerend mens, David Boom. Het is volgens de New York Times ook de belangrijkste film sinds An Inconvenient Truth. Op het einde van deze post deel ik de link nogmaals. Enjoy! Noot je kan ondertitels en automatisch gegenereerde vertalingen naar Nederlands selecteren via de instellingen aan de onderkant van de videospeler. David Boom. Een van mijn eerste kennismakingen met kwantumfysica was het lezen van het boek Holness and the Implicate Order uit 1980 van Quantumfysicus David Boom. Nu alweer een decennium of twee geleden. Het was niet de eerste keer dat ik informatie kreeg die erop wees dat ons beeld van de wereld achterhaald is, maar het was de eerste keer dat ik ook kennis maakte met een concreet nieuw voorstel voor wereldbeeld of model van het universum. David Boom, die leefde van 1917 tot 1992, was een van de meest vooraanstaande wetenschappers van de 20e eeuw. Einstein beschouwde hem als zijn spirituele zoon, en hoewel Boom niet bekendheid van Einstein geniet, hoort hij in dat klassement van buitengewoon briljante geesten die in de 20e eeuw de nieuwe wetenschap hebben vormgegeven. In het boek Holness en de Implicate Order vind je de belangrijkste ideeën van Boom terug, en met name zijn stelling dat de zichtbare werkelijkheid en alles wat we daarin aantreffen, elektronen, protonen, fotonen, maar ook moleculen, cellen, planten, dieren, ecosystemen, planeten, melkwegstelsels, emanaties zijn vanuit een onderliggend veld van informatie dat Boom de Implicate Order noemde. De zichtbare wereld, die wij ervaren als een stabiele wereld met een bepaalde mate van voorspelbaarheid en dat wat we natuurwetten noemen, noemt de boom de explicate order. Alles wat bestaat is één en ondeelbaar met alles verbonden doorheen de onderliggende implicate order. Dat lijkt op het eerste zicht sterk op het bekende model van Plato: de wereld als een afspiegeling van een hogere werkelijkheid, de metafoor van de grot. Maar er zijn belangrijke verschillen. In boomsvisie is de zichtbare werkelijkheid niet enkel een passieve projectie, maar vindt er een wissel, wisselwerking plaats tussen implicate order en explicate order. Tussen de werkelijkheid die wij beleven en het onderliggende veld van informatie. Informatie over wat hier gebeurt vindt de weg terug naar het onderliggende veld en wordt ingevouwen in de implicate order. In dat onderliggende veld bevindt zich alle informatie en zijn alle dingen en gebeurtenissen met elkaar verbonden. Deze visie, die radicaal verschilde van die van andere vooraanstaande fysici en aanvankelijk dan ook op heel veel weerstand stuitte, klopt evenwel met de wiskunde en met de concrete waarnemingen in experimenten en biedt ook een verklaring voor verbijsterende fenomenen als quantum entanglement, oftewel het verbonden zijn van zowel elementaire deeltjes als complexere systemen en zelfs organismen, schijnbaar buiten de tijdruimte causaliteit om. En ook, aangezien we op geen enkele manier materie aantreffen in de wereld, en dat wat we als werkelijkheid beschouwen, bij nader toezien, enkel bestaat uit informatie, energie, patronen en relaties, die bovendien niet echt bestaan zonder dat er een waarneming plaatsvindt, volgt dat we kunnen stellen dat de zichtbare werkelijkheid fundamenteel een soort illusie is, meer een gedachteproces dan een ding, en volgt dat wij als bewuste waarnemers een ondeelbare eenheid vormen met die werkelijkheid. En er ook een vorm en expressie van zijn, eerder dan een soort geïsoleerde buitenstaander die de dingen objectief van buitenaf waarneemt. Bewustzijn wordt al dus, eerder dan een soort bijverschijnsel van elektrochemische processen in de hersenen, een fundamenteel aspect van de werkelijkheid, fundamenteeler eigenlijk dan het idee van materie zelf. Boom was niet de enige die ideeën ontwikkelde in deze richting, en zijn werk wordt ook verder gezet door heel wat andere kwantumfysici, onderzoekers in andere wetenschapsdomeinen en filosofen, die op hun beurt weer nieuwe dimensies verkennen in dit domein. Maar hij was een van de grote zieners die de implicaties van kwantumfysica ten gronde doordachten en een wereldbeeld probeerden te formuleren dat gebaseerd op deze nieuwe inzichten zou kunnen leiden tot nieuwe en betere manieren. Om de menselijke aanwezigheid op deze planeet in evenwicht te brengen met de ecosystemen waar die deel van uitmaakt. Zijn buitengewone intellect, gekoppeld aan zijn diepmenselijke hartelijkheid, bescheidenheid en empathie, maakte van hem meer dan een wetenschappelijk genie. Hij was ook een boodschapper, een activist, een onzelfzuchtige zoeker naar een mogelijke weg vooruit voor de mensheid. Op de website Infinite Potential vind je meer informatie over David Boom en over de geneignamige documentaire die Paul Howard maakte over zijn leven en ideeën. Je kan de film ook op deze site gratis bekijken, na eenvoudige registratie op de site. Je vindt er ook meer informatie, interviews en projecten die de visie van David Boom verder helpen verspreiden. Dit is de film aan het begin van deze post, en je kan hem ook bekijken verderop in het gedeelte met de filmfragmenten, omdat ik ook van mening ben dat deze film voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar zou moeten zijn. De wetenschapper en de monnik Als je nader kennis maakt met de bevindingen van Quantum Fisca, wordt er gaandeweg iets heel bijzonders duidelijk. Er blijken heel sterke overeenkomsten te bestaan tussen het beeld van de wereld zoals dat naar voren komt in kwantumfysica en het wereldbeeld van de belangrijkste strekkingen van oosterse filosofie en religie, met name Mahayana en Zen-boeddhisme, Taoïsme en Hinduïsme. Nood, nog boeddhisme, nog hindoeïsme, nog Taoïsme zijn eigenlijk religie of filosofie zoals we dat in de westerse zin definiëren. Maar ik gebruik die termen nu even gemakshalve. Die frappante overeenkomsten zijn overigens uitvoerig beschreven door een ander kwantumfysicus, Fritjof Capra, in het fascinerende boek De Tao van Fysica uit 1975 en door Gary Zukav in The Dancing Woolie Masters uit 1979, een boek waarvoor David Bohm trouwens nog een lovende inleiding schreef. Ook de grondleggers van kwantumfysica waren zich reeds bewust van deze parallellen en hun werk werd daadwerkelijk beïnvloed door Oosterse filosofie. Werner Heisenberg bezocht Rabindranath Tagore in India en had vele gesprekken met hem over Indische filosofie. En deze gesprekken hielpen hem om in te zien dat zijn baanbrekende ideeën in fysica zo gek nog niet waren. En een basis hadden in millennia-oude menselijke intuïties. Niels Bohr, een andere pionier in kwantumfysica, had een gelijkaardige ervaring toen hij China bezocht. En hier is dan de reden waarom ik het uitgebreid heb over kwantumfysica in een reeks blogposts die gewijd gingen zijn aan oude wijsheid voor moeilijke tijden. Wat kwantumfysica ons vertelt is niet alleen begrijpelijk voor de doorsnee Mayana of zen boeddhist of een hindoe, maar zelfs vanzelfsprekend. De wereld als een soort illusie of gedachte, de leegte als wezenlijk kenmerk van wat we waarnemen, proces en verbondenheid als de wezenlijke aard van alles. Het zou zo uit de oudste geschriften van boeddhisme, Hindoeïsme of Taoïsme kunnen komen. Vandaar is het niet verwonderlijk dat David Bomen intens contact ontwikkelde met spirituele leiders als de Dalai Lama en filosofie door Krishnamurti. Met beiden onderhield hij een leven lang een warme vriendschap en ontwikkelde hij verder ideeën vanuit de verwantschap tussen kwantumfysica en aspecten van boeddhisme, Taoïsme en Hindoeïsme. De Dalai Lama was erg geïnteresseerd in fysica en noemde David Bohm zijn wetenschapsgouro. Gedurende hun vele ontmoetingen en gesprekken fungeerde Bohm een beetje als de privéleraar wetenschappen voor de Dalai Lama, die gretig leerde over fysica, biologie, kosmologie en psychologie. De Dalai Lama zei het volgende over hun langdurige vriendschap: "Omdat ik geen wiskundige achtergrond heb, was het geen gemakkelijke taak om mij moderne natuurkunde te leren, met name esoterische onderwerpen als de relativiteitstheorie." Als ik denk aan Booms geduld, zijn zachte stem en zachte manier en de zorg waarmee hij ervoor zorgde dat ik zijn uitleg volgde, mis ik hem heel erg. De praktijk van meditatie, die zo belangrijk is in het boeddhisme, wordt door boeddhisten overigens ook beschouwd als een vorm van empirische wetenschap een onderzoek naar de aard van het menselijke bewustzijn. Dat aspect van het boeddhisme wordt uit. Uiteengezet in het schitterende boek De Monnik en de Filosoof, het relaas van een dialoog tussen Mathieu Ricard en die's vader Jean-François Revel. Mathieu Ricard was aanvankelijk een wetenschapper met een doctoraat in moleculaire genetica, maar besloot zijn wetenschappelijke carrière stop te zetten en boeddhistisch monnik te worden. Bovengenoemd boek is een neerslag van de dialogen die Mathieu had met zijn vader, Jean-François Revel, bekend Frans filosoof, auteur en journalist. Mathieu licht de empirische wetenschappelijke praktijk van de meditatie toe, die niet evident is voor zijn vader als klassiek geschoold filosoof. Een buitengewoon boeiende dialoog voor ieder die geïnteresseerd is in de verwantschap tussen wetenschap en oosterse filosofie. Maar in essentie kan het boeddhisme beschouwd worden als een vorm van empirisch onderzoek naar de aard en de werking van het bewustzijn, eerder dan als een religie. En dat is ook wat David Bohm interesseerde, aangezien het een volle besefte dat we als we de werkelijkheid willen begrijpen, we het bewustzijn dat die werkelijkheid wil begrijpen moeten beschouwen als één en ondeelbaar onderdeel van die werkelijkheid. De wetenschapper en de filosoof. Naast de lange vriendschap en uitwisseling van ideeën met de Dalai Lama onderhield David Bohm nog een intens, intenser contact, vriendschap en dialoog met filosoof Jiddu Krishnamurti. Tussen 1965 en 1984 hielden ze meer dan dertig lange gesprekken die opgenomen werden. In deze gesprekken vond er een intense uitwisseling van ideeën plaats over het bestaan, het universum, tijd, ruimte, bewustzijn, de problemen die een beperkt menselijk bewustzijn veroorzaakt en de mogelijkheden om tot een ruimere en hogere vorm van bewustzijn te komen om een betere wereld mogelijk te maken. De intelligentie en menselijke gevoeligheid en empathie van fysicus David Boom en de diepe aandacht en het compromisloze doordenken van Krishna Murti leiden tot heel uitzonderlijke gedachtenoefeningen, die allerminst vrijblijvend waren. Want Boom en Krishna Murti beseften dat alles op het spel staat. Als we onze wereld willen redden en onze kinderen een toekomst willen bieden, moeten we alles herdenken en een volledig nieuw perspectief vinden om het universum en ons bestaan op een geheel andere manier te benaderen en te beleven dan we nu doen. Op de website The Boom Krishnamurti Project vind je meer info over de decennialange dialoog tussen Boom en Krishnamurti. Krishnamurti maakte eerst als jongeling deel uit van de Theosofische Vereniging in Indië en was als uitverkorene bestemd om daar een hoge positie in te nemen. Maar hij distancieerde zich van die vereniging en het, van het Theosofische gedachtengoed. Na enkele intense mystieke ervaringen ging hij zijn eigen weg en ontwikkelde een eigen filosofie, die beïnvloed was door het ruimere gedachtengoed van Hindoeïsme en Boeddhisme, maar er los van stond. In zijn filosofie legde hij veel nadruk op het feit dat ieder voor zichzelf tot inzicht moet komen en dat geen enkele religie of goeroe voor die verlichting kan zorgen. Hij zag de verlichting als potentieel aanwezig in elk menselijk bewustzijn, zoals in de traditie van Zen-Boeddhisme ook wordt benadrukt. Hij stelde. Vrij zijn van alle gezag, van jezelf en van een ander. Is alles van gisteren vergeten, zodat je geest altijd fris is. Altijd jong, onschuldig, vol kracht en passie. Alleen in die toestand kan men leren en waarnemen. En daarvoor is een groot bewustzijn nodig. Daadwerkelijk bewustzijn van wat zich in jezelf afspeelt. Zonder het te corrigeren of te vertellen wat het wel of niet moet zijn. Want op het moment dat je het corrigeert, heb je een andere autoriteit. Een sensor ingesteld. David Bohm zei ooit hetzelfde met andere woorden: als we nieuwe concepten willen ontwikkelen, moeten we als kinderen zijn, die concepten vanaf nul vormen. We moeten niet vertrouwen op de concepten die ons zijn aangeleerd. Bohm en Krishnamurti waren beide erg geïnteresseerd in bewustzijn en de aard van de menselijke geest, en beide zagen dat het fundamentele probleem waarmee de mensheid zich geconfronteerd ziet zich in het bewustzijn en het denken bevindt of liever de beperkingen daarvan in onze huidige fase van ontwikkeling. In de woorden van Krishnamurti, het denken kan geen enkele menselijk probleem oplossen, want het denken zelf is het probleem. Het einde van kennis is het begin van wijsheid. Wijsheid is niet van de tijd, het is niet de voortzetting van ervaring, van kennis. Het leven in de tijd is verwarring en ellende, maar wanneer dat wat het tijdloze is, is er gelukzaligheid. In de woorden van David Bohm. Nu zeg ik dat dit systeem, het denken, een fout bevat. Een systematische fout. Het is geen fout hier of daar, maar het is een fout die in het hele systeem zit. Kun je je dat voorstellen? Het is overal en nergens. Je kunt zeggen, ik zie hier een probleem, dus ik zal mijn gedachten op dit probleem richten. Maar mijn gedachten maken deel uit van het systeem. Het heeft dezelfde fout als de fout waar ik naar probeer te kijken, of een soortgelijke fout. We hebben deze systeemfout en je kunt zien dat dit de oorzaak is van al die problemen in de wereld, zoals de problemen die de versplintering van de naties heeft opgeleverd. We zeggen hier is een fout, er is iets misgegaan, maar bij de aanpak ervan gebruiken we hetzelfde soort fragmentarische denken dat het probleem heeft voortgebracht. Alleen een iets andere versie ervan, maar daarom helpt het niet en maakt het de dingen misschien erger. Bovenstaand cita citaat is Booms versie van Einsteins dictum dat geen enkel probleem kan opgelost worden vanuit het bewustzijn dat dat probleem heeft gecreëerd. De vele dialogen tussen Boom en Krishnamurti vonden hun weerslag in urenfilm en ook in boekvorm. Zo werden dertien dialogen die in 1980 plaatsvonden onder de titel The Ending of Time gebundeld in het gelijknamige boek. Toen ik in de winter van 2017 een residentie deed in het afgelegen kunstcentrum Krakenslottet op een afgelegen eiland in Noord-Noorwegen, was dat boek een van de vele in mijn bagage. Ik was het merendeel van de tijd alleen in dit geïsoleerde en ondergesneeuwde oude gebouw dat een eeuw geleden half op palen boven de zee was gebouwd als Zwitserijbasis. Het was winter en het stormde dan ook vaak. Het lezen van de bijzonder intense dialogen tussen David Boom en Krishnamurti terwijl sneeuwstormen het gebouw deden daveren in de poolnachten, was een bijzondere ervaring om het zacht uit te drukken. Het was een glimp van andere vormen van bewustzijn, te midden die prachtige en ook woeste natuur, waar we terug mee in balans moeten komen. Als we niet een nieuwe manier van leven vinden, als deel van die natuur, ziet het er niet goed uit voor ons. In de woorden van Krishnamurti, als je het contact met de natuur verliest, verlies je het contact met de mensheid. Als er geen relatie is met de natuur, dan word je een moordenaar. Dan dood je zelende walvische dolfijnen en mensen. Voor winst, sport, voedsel of kennis. En dan is de natuur bang voor je en trekt haar schoonheid terug. Je kunt lange wandelingen maken in het bos of kamperen op mooie plekken, maar je bent een moordenaar en je verliest zo hun vriendschap. Je bent waarschijnlijk dan tot niets verwant. Zelfs niet tot je vrouw of je man. Film. Ik heb in, het hierna volgende in de hierna volgende videofragmenten een verzameling interviews en talks proberen selecteren, die een toegankelijk en representatief beeld geven van het gedachtegoed van David Boom, van zijn engagement, idealisme en activisme, en zijn interacties en dialogen met spirituele leiders als de Dalai Lama en Jiddu Krishnamurti. Ik garandeer je dat het beter is dan Netflix. Zet je favoriete reeks van het moment even op pauze. En dompel jezelf een tijdje onder in wat de grootste geesten in wetenschap en spiritualiteit zoal te vertellen hebben over de aard van de werkelijkheid en de relevantie daarvoor, daarvan voor onze ontwikkeling, evolutie en toekomst. Want wat is er interessanter dan de eeuwige vragen van de mensheid? Enjoy. En noot, je kan bij elke film ondertitels en automatisch gegenereerde vertalingen naar Nederlands selecteren via de instellingen aan de onderkant van de Videospeler. Bij de laatste film is er ook een echte vertaling beschikbaar. Eerst een gesprek met David Boom zelf. In het hierna volgende videofragment kun je het interview bekijken dat David Suzuki hield met David Boom op 26 mei 1979 voor zijn bekende programma The Nature of Things. Hoewel David Suzuki er eerder uitziet als een lid van een 70s Motown band, was hij zelf ook een gerespecteerd wetenschapper die werk verrichtte in gebieden zoals zoologie en genetica. Hij werd bekend met bovengenoemde populaire wetenschappelijke reeks voor de Canadese televisie, die werd uitgezonden in meer dan 40 landen. David Suzuki was ook een ecologisch activist, die mede de David Suzuki Foundation stichtte, die als doel had de manieren te vinden om in balans te leven met de natuurlijke wereld waarvan we deel uitmaken, met een focus op oceanen en duurzame visserij, groene energie en klimaat. In het 40 minuten durende interview raken Boom en Suzuki veel aspecten van de nieuwe fysica aan op een toegankelijke manier, wat niet onbelangrijk is als het over kwantumfysica gaat. De bevreemdende aspecten van deze nieuwe kijk op het universum passeerden de revue. De onmogelijkheid om de wereld of het universum op te splitsen in deeltjes, de onderliggende eenheid en heelheid van alles, de onmogelijkheid om het over onszelf als zelfstandig bestaande individuen te hebben. En onze verbondenheid met het hele universum en de werkelijkheid als zichtbaar topje van de ijsberg van het onderliggende kwantumveld. Maar zij hebben het niet enkel over fysica en over de implicaties van het nieuwe wereldbeeld dat ontstaat vanuit de nieuwste fysica. Het gaat ook over Booms interesse in religie en filosofie en de grote vragen die de mensheid al sinds het begin der tijden stelt. Gezien de passie van Boom voor de morele, ethische en spirituele implicaties van de wetenschappelijke ontdekkingen voor onze ontwikkeling en voor het tot stand komen van een betere wereld, gaat het gesprek ook over de bredere kijk op de wereld en de evolutie van ons bewustzijn, en over de nood aan geloof en activisme. De intense wisselwerking met filosoof Krishnamurti wordt uitvoerig aangeraakt als ook een gedeelde interesse in de aard van het menselijke bewustzijn en de moeilijkheden die ons gebrekkige bewustzijn veroorzaakt in de wereld. Booms stelt ook dat elke individuele energie telt in het geheel, wat niet onlogisch is in een universum waarin alles fundamenteel één is en dat een relatief kleine hoeveelheid mensen een fundamentele verandering in energie in het gemeenschappelijke veld kan veroorzaken. Met andere woorden, Leef alsof wat je doet er ook toe doet, want dat doet het ook. There is tremendous energy in people, but they don't allow it to unfold. Er is een geweldige hoeveelheid energie in mensen, maar mensen laten niet toe dat die energie zich kan ontvouwen. David Boom is in, zijn ges in dit gesprek zijn beminnelijke, bescheiden en wat verlegen zelf. Hij ziet eruit als het stereotype van een wat onhandige, oudere. Wetse huisvader, maar vergis je niet, achter deze bemiddelijke en bescheiden man gaat een van de grootste geesten van de 20e eeuw schuil, die als weinigen voor hem of na hem de consequenties van hun ideeën doordacht vanuit heel zijn menselijke wezen. Warm aanbevolen. En dan nog eens de link naar de volledige film Infinite Potential. Het is een mooie en bezielde documentaire geworden over het leven en werk van David Boon. Het is volgens de New York Times ook de belangrijkste film sinds An Inconvenient Truth. Je hoort en ziet veel van zijn collega's en assistenten, waaronder zwaargewichten als Nobelprijswinnaar Sir Roger Penrose, die zijn ideeën bespreken en duiden en ook getuigen over de mooie mens die David Boom was. De film vertelt het verhaal van het opgroeien van David Boom in een arme mijnstad in Pennsylvania, zijn moeilijke jeugd. Zijn ontdekking als fysica genie door Robert Oppenheimer en later ook Albert Einstein, zijn problemen tijdens de jacht op linkse elementen onder McCarthy en zijn verbanning van de universiteit en later uit zijn land. Je leert over zijn revolutionaire ideeën die hij voor het eerst begon te ontwikkelen tijdens zijn ballingschap in Brazilië en zijn eerste theorie over, over hidden variables als antwoord op de discrepanties tussen kwantumfysica en de algemene relativiteitstheorie. Zijn collega's in kompanen vertellen over de volgende doorbraak in zijn denken en wereldbeeld. De ontwikkeling van het idee omtrent de implicate order, de ruimte als een plenum of volheid waaruit de zichtbare werkelijkheid ontvouwt. We leren over de daaruitvolgende notie van de onderlinge verbondenheid van alles doorheen dit onderliggende veld. Ook de rol van bewustzijn in de werkelijkheid, een rol die met kwantumfysica in een geheel nieuwe orde is terechtgekomen, te komt aan bod. We horen Boom over de persoonlijke implicaties van deze nieuwe inzichten in kwantumfysica voor onszelf en wereldbeeld. De Dalai Lama vertelt over de overeenkomsten tussen Booms inzichten en de inzichten van het boeddhisme. En Anthony Gormley brengt het perspectief van de kunstenaar op dit nieuwe wereldbeeld. En nog veel meer. Warm aanbevolen. In de volgende audioopname van een lezing van David Boom en een dialoog met het publiek Gaat Boom dieper in op de reden waarom ons bewustzijn in zijn huidige vorm of staat van ontwikkeling bijna gedoemd lijkt om de natuur te vernietigen? Hij stelt om te beginnen al onomwonden dat er geen ecologische crisis is. De crisis bevindt zich uitsluitend in ons hoofd. De natuur kan niet in crisis zijn. Laat de natuur aan zichzelf over en alles komt onvermijdelijk in orde. Het is maar fout gegaan toen de mens er zich mee ging bemoeien en vanuit het beperkte menselijke bewustzijn de natuur probeerde te controleren. De essentie van onze huidige staat van bewustzijn is afscheiding van natuur en universum, en de daaruit voortvloeiende behoefte aan controle en dominantie. De mens ziet zichzelf als fundamenteel afgescheiden van de natuur, en meent die naar zijn hand te moeten zetten. Boom wijst erop dat het probleem zich al stelt in ons taalgebruik. Bijvoorbeeld het woord the environment of het milieu labelt het milieu, labelt de natuur als iets buiten ons en vreemd aan ons. En dat is een fundamentele denkfout. Wij zijn de natuur en het is onmogelijk een grens te definiëren tussen ons en het milieu. Eén illustratie daarvan is het feit dat ons lichaam meer bacteriën bevat dan eigen lichaamscellen. En ook het fenomeen bewustzijn maakt een deel uit van die natuur. En ons probleem situeert zich dan ook in de eerste plaats in de manier waarop we ons bewustzijn manifesteren en geen richting geven. Boom ligt ook de manier waarop de mens steeds de grond van de problemen ontwijkt en zich niet bewust schijnt te willen worden van de oorzaak van de meeste van onze problemen. In het geval van onze futiele war on drugs, bijvoorbeeld, die na vijftig jaar geen enkel resultaat heeft opgeleverd, stelt niemand zich de vraag waarom zoveel mensen drugs nodig meenen het hebben en wat er mis is met onze samenleving dat voor zoveel mensen een of andere vorm van verslaving nodig blijkt om de werkelijkheid te kunnen verdragen of ontvluchten. En die kwestie is niet anders dan die van de ecologische crisis. Warm aanbevolen. In de volgende film zien we een neerslag van een dialoog tussen David Boom, de Dalai Lama, kunstenaar Robert Rauschenberg en econoom Stanislav Menschikov. Dit panelgesprek vond plaats in het Stedelijk Museum te Amsterdam in 1990 tijdens een congres van wetenschappers, spirituele leiders en economen over een nieuw paradigma. Voor een holistische kijk op de wereld en de implicaties daarvan voor de globale economie. De film bevat ook interviews met de deelnemers aan dit gesprek afzonderlijk. Met enige spijt moest ik als beeldend kunstenaar vaststellen dat de kunstenaar in het gezelschap, Robert Rauschenberg, niet de meest welbespraakte, nog de, nog de helderst denkende deelnemer aan het gesprek is. Maar ja, beelddenkers zijn niet altijd heel helder in het formuleren van concepten doorheen het medium taal. En Rauschenberg blijft een groot en invloedrijk kunstenaar. Het is toch natuurlijk een buitengewoon boeiende dialoog geworden, waarin de deelnemers heel wat onderwerpen aanraken. De nood aan een nieuw globaal besef van de beperktheid van onze aarde, een groeiend besef van de problemen veroorzaakt door onze manier van denken, zoals die over vele duizenden jaren heen gegroeid is. De manier waarop ons geest alles wat fundamenteel één en onverdeeld is, toch altijd opsplitst in talloze aparte entiteiten, naties, culturen, taalgroepen, genders, overtuigingen en religies enzovoort. Boom geeft ook een uiteenzetting over zijn beeld van de Implicate order, die in zijn visie de grond van alles zijn is, en waaruit de zichtbare werkelijkheid ontspringt. In die Implicate order ziet hij ook een soort intelligentie die zich manifesteert. Het is niet enkel een mechanisme of doodsorde. Er is intelligentie die zich ontvouwt in en met de zichtbare werkelijkheid. Dit standpunt moet niet worden opgevat als een vorm van het concept intelligent design, dat nog steeds een of andere vorm van schepper aan het werk ziet van buitenaf. Booms notie vertegenwoordigt eerder het idee van intelligentie als inherente eigenschap van het organisme dat het universum zelf is. En Boom legt tijdens het panelgesprek ook verbanden tussen die nieuwe visie van heelheid en ontvouwende intelligentie in het waarneembare universum, enerzijds, en onze mogelijke attitudes die kunnen voortvloeien uit dat besef. Heelheid is een mogelijke coherente levenshouding en leidraad voor ons, en een mogelijke basis voor een nieuwe houding tegenover onze leefwereld. Ik denk niet dat bewustzijn in, onze in de tijd ontstaat. Het is een potentieel van het hele universum en zal tussen ons ontstaan in relatie in plaats van apart. Bewustzijn is een interne relatie tot het geheel. Al dus David Bohm. Warm aanbevolen. En tot slot kun je in het volgende fragment een van de dialogen tussen David Bohm en Nidhu Krishnamurti bekijken. Zoals gezegd werden vele van de dialogen tussen Bohm en Krishnamurti opgenomen en op YouTube vind je ook nog vele andere van deze opnames. De gesprekken tussen David Bohm en Jiddu Krishnamurti zijn intens en vragen om volgehouden aandacht. Je ziet beide mannen zoeken naar woorden om het bijna onbenoembare te benoemen, en je voelt soms hun frustratie omdat woorden vaak te tekortschieten. Beide denkers waren zich ook acuut bewust van de beperkingen van taal en de manier waarop onze overtuigingen, ook de achterhaalde, als het ware ingebakken zitten in de structuur van onze taal zelf. De wetenschapper en de filosoof. Benaderen die gespreksonderwerpen elk vanuit hun eigen perspectief en proberen steeds tot een soort gemeenschappelijke grond of begrip te komen, maar dat is niet altijd eenvoudig. Dit gesprek maakte deel uit van de eerder genoemde reeks van 16 dialogen met als titel The Ending of Time. Het was het vijftiende gesprek in de reeks en deze aflevering heeft als titel Kunnen de menselijke problemen opgelost worden? Boom en Krishnamurti praten over de aard van psychologische problemen versus technologische problemen, de aard van het fenomeen probleem op zich, de beperkingen van ons beeld van bewustzijn en de gevolgen daarvan voor onze capaciteit om onze problemen aan te gaan, de mogelijkheid van een manier van communiceren die niet verbaal zou zijn, nog bepaald door logica, de aard en het belang van echte aandacht in verband met dit alles, wat gebrek aan aandacht voor teweeg brengt enzovoort. Waarom schijnt de mens zo weinig vooruitgang te maken en lijken we steeds tegen dezelfde problemen aan te botsen? Oorlog, onrechtvaardigheid, bezitsdrang, manipulatie, machtsmisbruik enzovoort. Beide mannen geven ook de stilte een kans en nemen de tijd om hun antwoorden te wikken en te wegen. Niet een stijl van film maken die vandaag de dag veel enthousiasme zou wekken bij televisiemakers, maar wel een die we nodig hebben. Beelden met een ritme dat leeft en ademt, zoals een mens, met stiltes en pauzes, en met een integere zoektocht naar wat echt telt, eerder da dan naar wat ons kan vermaken. Het was deze keer een lange aflevering, maar dat was onvermijdelijk omdat het onderwerp centraal is in mijn nieuwe onderneming en ook complex en gelaagd is, met vertakkingen naar alle domeinen van menselijk weten, voelen en ervaren. Wat er in deze blogpost aangeraakt werd, zal dan ook nog vaak terugkomen in mijn blog en project. In de volgende aflevering van Oud Nieuws meer over filosoof Alan Watts, die al even mocht aantreden in de eerste aflevering van de reeks. Het gaat jullie goed! Tot zover de audioversie van de blogpost De Wetenschapper, de Monnik en de Filosoof. Indien je genoten hebt van deze blogpost, vergeet dan niet je te abonneren op de blog van A Biosphere Project via het contactformulier op de website. Je kan de Biosphere Project ook volgen op sociale media en je abonneren op het YouTube kanaal van A Biosphere Project. Tot de volgende aflevering van de blog. Bedankt voor het luisteren. Het gaat jullie goed.